Hoi vrienden. Ik ben Larissa en dit is Milan. Hallo. En welkom bij een nieuwe vlog. Waar gaan wij naartoe, Milan? We gaan naar Polen. We gaan naar Polen. En ik ga jullie allemaal meenemen en ik heb super veel zin in Milan ook. We zitten nu op het vliegveld. We zijn aan het wachten tot we het vliegtuig mogen. En dan gaan we vliegen naar Polen. We hebben het overleefd. We hebben het overleefd. We zijn in Polen. We zijn aangekomen in het hotel en het is echt fucking fancy eigenlijk. Nou, niet fucking fancy, maar wel best fancy. Hadden we niet verwacht. Kijk, dit is Milan. Hallo. Hi Milan. Bats. We hebben zelfs een computer. Kunnen we Minecraft spelen? Oh, nee. En de badkamer. Where is the light? Oh, hier. Licht gaat niet aan. Oh. Gebeurt niks. Moet je dat kaartje niet erin stoppen of zo? Heb je dat er even opgefokt? Ja. Ja. Nee. Hey. Draw me like one of your French girls. Wat heb je nou gedaan? Waarom staat dat tafeltje daar? Ik vond het tafeltje niet mooi. Dus ik ga hem besten en ik ga hem in het midden van de kamer zetten. Wauw, dit is zo random. Milan, dat is echt niet grappig. Kijk nou, mijn neuspray zit helemaal vol. Hoe kan ik die nou nog nemen? Ja, niet. Kijk, en jij hebt de stoel met je zakje, alles zit er nog mooi in, hè? En ik? Ik ben weer de tuin. Kijk nou. Ik heb het bijna opgelost. Doe ik toch even goed, hè? Mm-hmm. Ik ben echt goed bezig, alleen die nog. Bah. We bought some food. Sport. Cookies en broodjes en water en nom. Want ik heb al niet meer gedronken sinds dat we vanmorgen wegreden bij mijn huis. En dat is echt like 7 uur geleden of zo. Nog langer. Nog langer. Ik ben echt uit en drogen. En we hebben honger. Dus koekjes. Wat je dus wel echt meteen merkt is dat het hier echt super goedkoop is. Want we hebben dus allemaal broodjes. We hebben nog croissantjes en water en alles. En we hoefden maar 5 euro te betalen. Like, dat is eigenlijk wel goedkoop. En ook bij de taxi hoefden we maar 20 euro te betalen. In Nederland betaal je echt het dubbel of zo voor hoe lang we gereden hebben. Dus dat is wel echt super nice. En nu zijn we bij het hotel. Dit is ons hotel. En ons hotel ligt naast de KFC. Dus hoe fucking nice is dat? Food. Dus als we vannacht honger hebben, gaan we gewoon ons hotel uit en zijn we bij de KFC. What is happening? Milan. Hallo. Het is koud. Yeah. Mijn neus is helemaal rond. Maar we staan nu te wachten op de tram. En dan gaan we naar het centrum. Want we hebben honger. Voedsel. Voedsel. Is er wel misgegaan? Ja. We pakten de lift, gingen helemaal naar boven en toen kwamen we dus op een parkeerplaats uit. Ja, we wilden naar het centrum, dus nu moeten we weer de lift terugpakken. Gaan we weer naar onder, weer door het winkelcentrum lopen en dan het centrum zoeken. Milan, echt nice looken hier. En we hebben food besteld, we hebben het nog niet. Maar we hebben dus pasta met kip besteld. Mm-hmm.
En we hebben allebei heel erg veel honger. Dus. Milan. Oh my god. Yeah. Nice food. Looks awesome. Ah, ik ruik de chocola. Ik wil het eten. Kijk, dit is een perfectie nou. Jongens, de chocola stroomt eruit. Ik herhaal, de chocola stroomt eruit Milan. Dat is geweldig. Je bent een beetje wazig. Oh, foodgasm. Bruh. Wij hebben goed gegeten. Maar echt, voor €26. Voor twee man. En we hebben vet veel pasta. En een toetje, oh my god. Het was zo nice. Het was zo goed. Love it. Je weet het niet, Ed. Maar toch. Dus we hebben even gewinkeld. En ik twijfelde weer. Dus ik heb nu uiteindelijk maar één shirt gekocht. En Milan koopt gewoon bam een leren jas. Want... ja, why not? En ik twijfel. Ja, dat is het. Dat is het. 13. Ja. Nee, maar ik twijfel het. Dan zit ik mijn moeder te appen. Mama, moet ik dit doen? En mijn moeder reageert niet. Dan heb ik het nog niet gedaan. Maar ja, morgen komen we toch weer terug. Oh, je bent wel koud. Koud buiten. Maar morgen komen we toch weer terug. Dus als ik me nog bedenk, kan ik hem dan nog halen. Oh, ze appt nu toch niet net terug, hè? Nee, de Stephanie. Dus morgen gaan we nog even verder winkelen. Nu hebben we echt alleen maar naar New Yorker gekeken en zo. We gaan naar de tram en dan gaan we terug naar het hotel. Damn boy! Nice looking! Ja Milan, dit is het. Dit is het. Damn, wil je toch verliefd op je worden of zo? I'm so tired. We moesten echt vroeg op man, op dat touwtje. Nou, kijk jongens. We zijn weer terug in het hotel dus. En het was echt vet leuk. Mm-hmm. Het is echt gezellig tot nu toe. Gezellig. Tot nu toe. Tot nu toe, dat kan ik veranderen. No. Nee, het is echt heel gezellig. Dus, dit was het voor vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Doei! Hallo mensen en welkom bij dag 2 van Polen. Ja. Mijn naam is Larissa, dit is Milan. Hallo. En het is best nice weer. Het is niet heel koud, we komen net buiten, de zon schijnt. Daar word ik blij van. Dus we gaan nu naar de tram lopen. En waar gaan we heen, Milan? We gaan naar de Oude Universiteit. Ja, en daar gaan we heen. Kennelijk een museum. Dus. Ja, dus dat gaan wij eens even bekijken. Als echte toeristen. Dus let's go. Kan je je voorstellen dat je je les krijgt? Wow.
Zeeland. Helemaal buiten adem. Hier nog meer. En we gaan de toren in. Het waren eigenlijk 4 aparte delen waar je dan naar binnen komt, maar we kregen zo'n kaartje. En als je dan bij een zaal naar binnen ging, dan streepten ze dat af dat je daar geweest was. En had je dus 2 zo'n zalen en 1 bovenverdieping en nog onder had je dat soort museumachtige meer. En het was echt super nice om te zien. En nu gaan we naar het centrum lopen. Dus let's go. Misschien is het wel tijd voor food. Ja, dat dacht ik net ook aan. Wow, we denken precies hetzelfde, Milan. Wow. Food. Milan, als ik dit nou koop om mee naar school te nemen met dit broodrommeltje erbij. Doen. Ja. Oh my god. Rap eruit. Ik wil deze zo graag hebben. Ik twijfel echt al vet lang. En elke keer zie ik hem weer in de winkel. En dan denk ik, dit is mijn kans. Nu ga ik hem eindelijk kopen. En dan doe ik het toch niet. En ik wil hem zo graag, want dit is BB-8. Look at that. Oké, in het begin dacht ik, damn, dit is lekker, dit is echt nice. Maar toen had ik 2 happen gehad en toen was het zo zoet dat ik er gewoon misselijk van werd. Het was echt super zoet, er zat zoete kaas op. Maar niet 1 laag, maar echt gewoon 4 fucking lagen. En er zaten er nog van die aardbei op en die waren ook echt super zoet. En dan nog chocola en... We gaan dus even kijken of we in deze kerk kunnen. Het was kouder in die kerk dan dat het hier is. Traan, traan, ja, het was echt koud in de kerk. Like, wat zei je? I like trains. We zijn dus echt in een super fancy winkelcentrum beland. Volgens mij kunnen wij dat allemaal niet eens betalen. Ja, we zijn hier op zoek naar de Pool & Bear. En toen zag ik het winkelcentrum omheen. Dan dacht ik, oh leuk. Ja, nu zijn we hier. Oké, we zijn weer uit het winkelcentrum. We hebben even wat nice dingen gekocht. Ik heb eindelijk een gele trui. Ik zocht echt al zo lang naar een gele trui. Ik weet niet waarom ik dat wilde, maar ik heb een gele trui gevonden. En Milan, what some nice shoes. Yeah! Milan, je wordt nog eens mooi. Thanks, bitch. Nee, grapje, je bent mooi. Staat heel aan. Ja, al lang. Hoi jongens. En ons uitzicht is die hele grote burger daar. I want to eat that. Oké jongens, we zijn gewoon naar precies hetzelfde restaurant weer gegaan. Omdat we wilden eigenlijk Grieks, maar er waren maar 2 Griekse restauranten. Restaurants. Ene was vol en de ene zaten maar 2 mannen. Toen hadden we zoiets van, misschien niet. En toen dachten we, oké, het was heel lekker. Dus nu zitten we weer hier en damn, kijk wat we hebben. Ik heb geen spijt voor bitches. Wow, nice looking. Oh jongens, ik heb gewoon dit toetje alweer gepakt. Maar we zitten helemaal vol. Milan, ik ben echt dom, hè. Maar ja, het is lekker. Dus, en er zitten dit geen aardbeien bij, dus dat is nog beter. Let me eat this. Kijk, die chocola. In de tram naar de vissoma. Ja, ik heb veel gegeten, maar echt. Maar dan ook echt. Nou, we zijn dus op weg naar het hotel. Daar gaan we nog even douchen en zo. En dan gaan we weer slapen. En dan ja, gaan we eigenlijk alweer naar huis. Nou, dus ik denk niet dat ik morgen nog heel veel ga vloggen. Mocht ik nog iets filmen, dan kom ik tegenwoordig achteraan en zo.
Hoi jongens, dit is onze allerlaatste dag in Polen. Of ja, we gaan dadelijk al naar huis. We moeten zo uitchecken. Dus we zijn even een beetje in het pak en zo. En ja, dan gaan we zo alweer. We kunnen alleen geen taxi krijgen, want Milan... Oh, dat gaat niet passen. Gaat dat passen, Milan? Dat gaat zeker. Gaat dat passen? Ja. Oh, oh nice. Nee, oké, dat is fijn. Bijna. Yeah, right. Dus ja, we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. We denken dat we anders met de tram naar het centrum moeten en daar een taxi pakken. Maar we bellen daar dus altijd naartoe en iedereen spreekt Pools en niemand Engels. En het is, ja, het is echt heel onhandig. Dus ja, dat gaan we zo meteen dan doen. Wat heb je, wat is er? Och, je, Milan. Dat heb ik nou ook altijd. Anyways, we hebben net hier even wilde ik nou echt geontbeten zeggen? We hebben hier net even ontbeten. En op zich was dat lekker. Dus ja, dat was nice. Mijn buikje zit wel vol. Dus dat gaan wij doen. Dus we zijn op het vliegveld. We hebben uiteindelijk toch een taxi kunnen regelen. Want we waren in het hotel en Milan zei tegen die dude van ja, maar we hebben een taxi nodig. En toen had hij een taxi voor ons gebeld. Super nice. Nice dude. Nice dude. En ja, nu zijn we dus op het vliegveld. Alleen we waren 3,5 uur van tevoren al hier. Je hoeft eigenlijk maar 2 uur van tevoren hier te zijn, dus nu zitten we hier maar wat. Maar beter ja, te vroeg dan te laat. Ik wilde precies hetzelfde zeggen, beter te vroeg dan te laat. Dus ja, we gaan nu wachten tot ja, we naar huis kunnen. Yeah. Oh jongens, we zijn alweer geland. Ja, ja, het was leuk. Nee, ik heb gewoon een beetje gelezen tijdens het vliegen, want dan gaat de tijd heel snel voorbij. Alleen we hadden dus 2 fucking baby's voor ons zitten en een baby achter ons. Het was zo kut. En die baby achter ons viel wel mee, maar die voor ons, die waren echt de hele vlucht waren ze aan het huilen. En dat was zo kut. Maar ja, we zijn verlost van ons lijden nu. En we worden nu opgehaald door mijn vader. Dus we gaan die even zoeken. En wow, dan was dat ons reisje naar Polen alweer. Ik ga even wachten met afsluiten totdat Milan hier is, want die is op de wc. En Milan moet natuurlijk ook even doei zeggen tegen jullie, want ik kan niet alleen doei zeggen. Want Milan is ook deel van deze reis en deel van deze vlog. Toch Milan? Ja, inderdaad. Dus, ik ga de vlog afsluiten. Ah, leuk. Oké, dus vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even. En dan zeggen wij doei. Doei. Doei.